Welkom bij Beleef Gamers, ik ben Joris en vandaag spelen we weer een heel leuk horrorspel. Laten we eens beginnen. Maar daar komt ineens een trein aan. Maar waar de fuck zit ik? Kuts. Dat moet ik niet vast. Een beeldje van een hond. Van papier. Of noem dat. Wat is dit nu? In de straat. Wat gebeurt er toch met me? Ben ik gek aan het worden ofzo? Ben ik gek aan het worden ofzo? Dat ook mijn straat niet, waar ik nu zit. Ik weet het niet waar ik zit. Zit er in de ring. Druk op de toetsenpad. Oké, toetsenpad. Dinsdag. 6 na 12. Allee, we zitten alweer op dinsdag. Oh, dan hebben we niet een ander mannetje of wat? Oké. Okay. Dat is het hoerenkot, denk ik, ook wel. Lijkt me juist een hoerenkot. Denk ik, ja. Ik moet deze voorstellen. De trap is een beter plan. De trap is een beter plan. Lauren Winter. Ooit van gehoord? Nee, niet echt. Weet het nee. Ook niet. Ja, precies ook niet. Oh, die Lauren Winter. Derde verdieping, laatste deur links aan het einde van de gang. Wacht, hè. Wat zit er nu weer? Derde verdieping? Derde deur. Oké, ik weet het dan nog maar. Ik ben al week op zoek. Hopelijk heb ik nou een succes. Dat hoop ik ook. Oké, nu is ik op een derde op de verdieping. Aan het einde van de gang. Wat is deze? Dat is ook deze niet, ja. Maar wat is dat dan? Allee, jongen. Nee, het doet niet open. Dat is deze deur. Je hebt net weer zo wel open. Lauren Winter. Sorry, klanten alleen op afspraak. Wacht. Zo, lekker. Kost $50. Ik ga niet zoenen en doe geen kinky shit. Ik ga niet zoenen. Vind best. Merci, dat ik mag binnenkomen. Leg het geld maar op tafel. Je hebt precies 10 minuten. Als de wekker gaat, is het voorbij. Oké? Okay. Mooi grietje. Maar veel te jong in zo'n griebersooi te moeten leven. Perfect, dat vind ik ook. Klant. Nee, dus ik denk dat ik een klant ben. Ik moet het handig aanpakken als ik iets van haar te horen wil krijgen. Poepen of wat? Het is hier netjes en opgeruimd. Ik ken hoeren die het niet kan schelen welke krot ze wonen. Hoe dat je dat zegt? Je kan horen, niet weten wat dat zou doen. Of zoiets inderdaad, amai. Het is een kinky kamer, zal het? Zien, hè? Trek nog maar je kleren uit, we hebben niet de hele dag. Eigenlijk ben ik geen klant. Shit, een agent. Ik had het kunnen weten. Wat wil je, een gratis wip, is dat het? Hoe dat hij dat zegt. Mijn naam is Scott Shelby, ik ben privédetective. De ouders van de slachtoffers van de Origami Killer hebben me gevraagd de moorden te onderzoeken. Ik wil je alleen maar wat vragen stellen over Johnny. Ik heb de politie alles al verteld en er niets aan toe te voegen. Laat me met rust. De killer is nog steeds een vrij man, zoals je weet. Hij gaat door tot hij wordt gepakt. En Johnny is dood, dus wat maakt het nog uit? Johnny.
was toch Jason hè, die overdeed mensen? Ik snap het niet. Ik weet wat je doormaakt. Oh ja, weet jij hoe het voelt als je het lichaam van je kind op een verlaten terrein vindt? Het spijt me, ik geloof dat je geen flauw idee hebt van wat ik doormaak, Shelby. Oh joh, rustig. Ik heb voor 10 minuten betaald, of niet? Alles wat ik vraag is dat je in die tijd wat vragen beantwoordt. Je geeft me geld om over mijn zoon te vertellen, is dat het? Nee. Je kunt mijn lichaam kopen, Shelby, maar mijn zoon is niet te koop. Rot op! Oh, rustig. Rot een eind op! Joh. Rustig. Ik kan niet weg voor ik het weet, hè. Nou, wat is dit? Stoel of wat? Mocht je iets herinneren, al is het een detail, laat me dan op. Ik kan dat niet weg zijn. Het heeft geen zin om aan te dringen. Ze vertelt me toch niets meer. Onderzoek? Nou weet ik nog niks. Ach, het was het proberen waard. Om naar te weggaan? Ik moet hier weg. Ja, voordat je onder angelijke ben komt. Ah, de deur. Waar is de deur? Zie ik net heel scheel, want ik vind die deur. Hier is de deur. Oh, wat kreeg jij nou? Oh, ja. En hier zeg ik ze precies op niets, maar ze zijn elkaar zo. Oh jong, niet zoveel keren, hè. Drie keer. Lauren! Die heeft astma. Lauren, doe open, baby. Zo ben ik. Ik ben het. Oh, wat doe jij hier? Ik heb je toch gezegd dat ik je niet meer wil zien? Sorry, Bob. Maar ik moest even langskomen. Ja. Je valt half al op mij. Wat moet je van me, eikel? Lauren, is alles oké? Okay? Nee. Alles is kids. En nou op die loser. Jij weer? Als je heimel wil, zit je bij mij goed. Yes? Ik ram je helemaal in elkaar. Oh. Papa, je moet wel een nieuwe kamer vragen, hè? Jawel. Wow, wat dan mijn stoel in de naal? Die gooit dan mijn stoel in de naal. Troy, stop of ik bel de politie! Troy, ik bel de politie! Ik ben maar naar polis. Tafel kopen. Troy, nee! En shoot. Voilà, hij heeft het wel gevallen. Oh jong. Er nog meer een vaaswagen ook nog. Jezus, je pakt alles wat er op tegenkomt. Ik weet je te vinden. Moet jij mij te vinden, ik ook. Lassen. Van die multigard zijn we wel. Gaat het wel? Beter dan met hem, denk dat ik. Dat denk ik ook. Wie is dat? Een ex-klant die denkt dat ik van hem ben. Hij begon te mappen en toen heb ik gezegd dat ik hem niet meer wilde zien. Wees maar voorzichtig. Hij komt vast weer terug. Sorry voor de rommel. Meneer Shelby? Ja. Bedankt. Dat is graag gedaan.
Oh. Oké, okay. Wat krijgen we nu? Allee. Zo. Voilà. Jong. Ah, eindelijk. Oké. Okay. Geef me acht. Wat dit doen wij de volgende keer. Ik hoop dat jullie er van genoten hebben. Laat al vast. Wacht, hè. Laat alvast een blauw duimpje achter. Als je het leuk vindt. En dan zeg ik altijd tot in de volgende horror game of game. Dag.